welkom op de opening van ons museum. Het jaar seizoen 2017. Een bijzonder woord van welkom voor Bouwer, Bembom en Henk. Hartelijk welkom. Zoals u weet bestaat ons museum al 25 jaar. En dus is er in die 25 jaar veel veranderd in het museum. Maar het museum is nooit af. Al zitten we al wel redelijk vol met heel veel spullen. Eerst moest men overal, in het begin van het museum, overal alles vandaan halen. Om het maar een begin te maken van het museum, van wat oude spullen. En wij zijn nu zover dat de mensen ons bellen. En dat mogen we soms, wij gaan altijd kijken, maar we zeggen ook bij de mensen, wij kunnen het niet meer gebruiken. Wij zitten zo vol. Maar meestal gebruiken we het nog wel. Dan iets over ons museum, over de exposities. Zoals we die nu dit jaar hebben samengesteld. Dit jaar hebben wij de expositie in het teken van 175 jaar Slagharen. En 175 jaar Slagharen, dat hebben de basisschoolkinderen van deze hier in Slagharen, die hebben daar een prachtig mooi stukje werk van gemaakt, zijn ze druk mee bezig geweest. En wij kunnen ons ook verheugen dat wij in ons museum veel kinderen hebben. Er komt veel school, de regio komt bij ons op het museum kijken. Nou, daar zijn we ook erg trots op. En zodoende hebben wij die kinderen op de school uitgenodigd. En de kinderen hebben een prachtige expositie gemaakt boven. Dat zullen u straks zien. Want als de opening voorbij is, kunt u het museum bezichtigen. Goed. Dan hebben wij ook nog boven een verzameling van hoedjes en klederdracht. Ook weer de jaren 50 van de vorige eeuw. Nou, daar kun je gewoon eens in bekijken. In de Haarslag, waar je nou zit, in onze ontvangstruimte, hebben wij een expositie van het ponypark. De expositie van het ponypark is ook, als Slagharen, is ook denk ik heel veel te danken aan het ponypark, de naamsbekendheid. Het is nogal die Slagharen bij Hardenberg. En niet Hardenberg bij Slagharen. Oh nee, het is Hardenberg bij Slagharen. Het is niet Slagharen bij Hardenberg. Ja. Soms verspreken jullie wel eens, hè? Goed, dit is allemaal beschikbaar gesteld door de familie Bembom. Deze hele expositie, het is prachtig opgezet. Je kunt er straks even een kijkje van nemen. Het is ook vanaf denk ik, het begin van het park, nou ja, tot wat nu is. Ja, eigenlijk ben ik geen spreker, maar ik moet eerlijk zeggen, beste mensen, graag bestuur. Wat ontzettend leuk dat jullie in het kader van 175 jaar aandacht schenken aan het park, het ponypark, wat we eigenlijk zeggen, ponyparks aan. En wij ervaren dit als familie echt wel als een eerbetoon ook aan mijn vader. En daar zijn we heel, heel erkentelijk voor. En ja, nogmaals, iedereen weet eigenlijk hoe het verhaal is geweest en iedereen weet ook dat er nu nieuwe eigenaren zijn. En ja, voor ons was dat als familie een moeilijk besluit om dat te nemen. En het is nog vaak emotioneel. Waar het ons om ging is dat Slagharen, wij voelden dat als kinderen niet als een erfenis, maar we zagen het echt als erfgoed. En we hebben toen besluit genomen van wat is goed voor Slagharen. Gewoon emotie eruit, gewoon zaken bekijken. Wat is goed voor Slagharen? We zijn tot op de dag van vandaag blij dat het op deze manier gegaan is. En we hebben echt het volste vertrouwen dat Slagharen ook gewoon blijft behouden hier voor het dorp en voor werkgelegenheid zorgt. Iedereen is aanwezig? Met de opening. Dan overhandig ik nou de schaar aan Bouwer.